Nog geen jaar nadat het in dienst werd gesteld, kwam de Bristol, Groot-Brittannië's modernste oorlogsschip, voor een onofficieel bezoek naar Amsterdam. De 152 meter lange oorlogsbodem wordt voortgestuwd door twee stoomturbines en twee gasturbines, die samen voor een snelheid van 30 knopen, oftewel meer dan 50 kilometer per uur, zorgen. In een grote controlekamer wordt de werking van die turbines minutieus in de gaten gehouden. De Bristol wordt het sterkste geleide wapenschip genoemd dat ooit voor de Britse marine werd gebouwd. Tot de projectielen behoort de radiografisch bestuurde Icara, die doelzoekende torpedo's afvuurt op opgespoorde vijandelijke onderzeeboten. Tot de bewapening behoren voorts de Sea Darts, supersonische geleide projectielen, onder andere bestemd voor gebruik tegen vliegtuigen en oppervlaktedoelen. Kortom, een schip om rekening mee te houden. Her Majesty's Bristol.